Alike, goedemiddag. Jullie hebben vanmiddag een wedstrijd gespeeld. Hoe beviel het? Het beviel goed. We zijn nu onder de hand ongeveer 3 weken bezig. Dus we zijn steeds meer aan het bouwen met het team. En er zijn zulke oefenwedstrijdjes wel fijn om te spelen. Ik denk dat we de eerste helft de overhand hadden. En dat we goed voetbal speelden en daardoor ook 2 keer scoorden. En de tweede helft gaf Heerenveen wat meer druk. Maar uiteindelijk hebben we de 2-1 over de streep kunnen trekken. Zijn jullie nou tevreden over de voorbereidingen en wat zijn jullie verwachtingen voor het komend seizoen? Tot nu toe gaat het goed in de voorbereiding. We zijn goed met elkaar bezig. Dat vooral, iedereen is nieuw. Dus je moet met elkaar leren bouwen en elke speler leren kennen hoe die speelt, hoe die het doet. En dan op elkaar ingespeeld raken. Daar is de voorbereiding heel goed voor en ik denk dat dat hartstikke goed gaat. Wat is de verwachting? Je bent nieuw in de Eredivisie, dus je moet altijd aankijken. Maar we hebben wel hoog ingezet en we hopen een beetje mee te doen bovenin natuurlijk. Je hebt altijd Ajax en Twente, dat zijn wel de bovenste ploegen. Maar om het hun lastig te maken, laten we hopen dat dat kan. Oké, bedankt en heel veel succes. Roger, goedemiddag. Tevreden over de wedstrijd vanmiddag tegen Heerenveen? Ja, ik ben heel tevreden dat we deze wedstrijd hebben kunnen spelen wat dat betreft. Eredivisieploeg, Heerenveen. Dus dit is voor ons wel een eerste wedstrijd die ze dadelijk ook eens tegenkomen. En een klein beetje kijken wie de verhoudingen wat dat betreft liggen. Oké, de vorige week heb je een oefentoernooi gehad in Mönchengladbach. Hoe is dat verlopen? Ja, dat was aardig. Daar hadden we... Twee ploegen gemaakt. Eén speelde een gedeelte tegen Gladbach, een andere ploeg speelde tegen Oken. Dus dat was prima. Vorige week hebben we ook gespeeld. Nog een keer tegen Gladbach. En vandaag hebben meiden voor het eerst eigenlijk ook weer 90 minuten gespeeld. Nou, dat zag toch zeker in de eerste helft aardig goed, vond je. Wie best zo tevreden over het hele oefenprogramma en begint het zo langzamerhand te kriebelen voor de competitie? Ja, maar als we wedstrijden kunnen spelen is altijd leuk, hè? Want daar trainen ze voor. Dus we zijn 3 weken onderweg. Dat is hartstikke goed. Ik denk dat we goed kunnen trainen, dat we goed kunnen werken. Dat is ook aardige dingen zus vorderen. Vandaag wordt heel erg nuttig om een beetje de verhouding Heerenveen te zien. Wat ik zeg, eerste helft prima, tweede helft gaat moeizamer. Maar vandoor gaan we weer verder en gewoon weer kijken. Oké, dan wens ik je heel veel succes met de komende weken nog. En verzinder in ieder geval namens Fortuna SC TV bij de eerste wedstrijd. Ja, hartstikke mooi. Zien we het aan weer. We'll be right back.